ging alleen nog naar buiten om bier te halen. Ja. Voor de rest ging ik niet naar buiten. Wim. Hallo. Hallo, daar was ik. Nou, kom binnen. Wim is een man die hier al behoorlijk tijd woont. Hij heeft een verslaving aan cocaïne. Dat is een hele tijd goed gegaan. En nu heeft hij toch weer een soort terugval en gebruikt hij weer. Op het moment dat hij geld heeft, dan geeft hij dat eraan uit. Ja, het gaat redelijk. Het kan beter. Ik sprak je gisteren ook nog even. Ja. Toen ging het niet zo goed. Nee, want geldproblemen. Elk tientje gebruik ik voor drugs. Wim heeft hiervoor zelfstandig gewoond, alleen in een huisje. En daar is hij eigenlijk helemaal vereenzaamd, verpiet het een beetje. Er kwamen weinig mensen over de vloer. Daar kon hij heel erg moeilijk mee omgaan, waardoor hij middelen is gaan gebruiken. Het is een jaar goed gegaan. Een jaar, nou ben ik helemaal naar de kloten gegaan. Dus drank en drugs en steeds verder bergafwaarts. Ik heb een maand gewoond alleen op een matrasje in de kamer. Weinig contacten? Weinig, helemaal geen contact. Geen? Nee, ik ging alleen nog naar buiten om bier te halen. Ja. Voor de rest ging ik niet naar buiten. Begeleiding en ondersteuning die wij hier bieden heeft Wim hard nodig. Ik denk als dat nu zou stoppen, hij zou nu in een eigen huisje gaan wonen, dat hij razendsnel weer terugvalt en uiteindelijk weer op straat zal belanden. Via ons is hij gestart met dagbesteding. Op een busje rijdt hij, haalt hij mensen op. Alsjeblieft. Dankjewel. De dagbesteding is heel erg belangrijk. Alleen voor een dagstructuur natuurlijk, maar ook om je zinvol te voelen. Dat je iets doet wat voor je gevoel nuttig is. En in geval van Wim is het ook een stukje afleiding van de wens of de zucht naar verslaving. Nou, als je zo bezig bent, dan denk je niet aan drugs. Ik wil eigenlijk chauffeur. Je wil echt chauffeuren, ja. Ja. Dat heb je gewoon voor elkaar gekregen. Dat heb ik voor elkaar gekregen.